Wat hebben we geleerd vandaag? We hebben een hele reeks basisveronderstellingen in NLP. Dus ook vandaag weer veronderstellingen. En ook de komende weken zullen er nog een paar basisveronderstellingen afgevinkt worden. Elke keer ook weer breder. Zoals je weet, we hebben de mindset al gehad. We hebben onze COVID, drie eigenschappen al gehad. Ook deze keer zullen we wel weer een link hebben. Ieder gedrag heeft een positieve intentie. Is ook een van de basisveronderstellingen bij NLP. Dat gaat heel vlot als je niet in iets opjaagt. Dan gaat het ervan uit van, nou, je krijgt een bepaalde reactie en je hebt zoiets van, ja, in C bedoelt hij het wel goed, het is gewoon een beetje misgelopen. Als je aangevallen wordt, is dit een veel moeilijkere om te geloven. Maar ook dan is het zo. Als je ervan uitgaat dat iedereen eigenlijk van intrinsiek wel de bedoeling heeft om goed te doen, vanuit zijn perspectief, zijn of haar perspectief, dan ga je ook al direct een andere kijk hebben in de interactie. Omdat je op zoek moet gaan naar die positieve intentie. Je moet eigenlijk zoeken naar wat er achter het gedrag zit en daar het positieve gaan zoeken, zodanig dat je daar dan mee aan de slag kan. Want als je een persoon die fel reageert tegen u, van plaats rechtstreeks op dat gedrag te reageren, maar eerder te reageren op de achterliggende laag van de intentie, ervan uitgaande dat die positief is, ga je wel van plaats te reageren op dat gedrag, ga je gaan werken om die intentie eventueel in perspectief te brengen. Waardoor dat je die persoon en jouzelf gaat helpen in de relatie. Zoals ik zei, het mat meestal, om niet te zeggen, altijd wel op andere trajecten die we, of andere cursussen die we gevolgd hebben, of trajecten die we al zelf ook geven. Deze mapt heel goed op de positive discipline aanpak, in de zin van kinderen bedoelen het altijd goed en willen gewoon erbij horen, is eigenlijk het basisaxioma die ongeveer in elke tool van positive discipline wordt toegepast. Kinderen kunnen heel venijnig uit de hoek komen, heel hard reageren. Als je daar uitgaat van de positieve intentie en gewoon dat kind bedoelt het goed en wil er gewoon bij horen, maar gaat in het gedrag volledig in de fout, omwille van het nog niet aangeleerd hebben van het juiste gedrag, en je gaat uit van die positieve intentie, ja, dan gaat er een hele wereld open aan opties. Idem dito bij volwassenen, want die positieve discipline, eigenlijk kun je dat perfect ook doortrekken bij de volwassenen. Weer individueel in relatie tot de baas, in relatie tot de loopbaan. Jouw baas heeft ook wel altijd de positieve intentie om het bedrijf te doen groeien of om zijn onzekerheid weg te werken. Dus als een baas onzeker is en dan fel en hard reageert, is eigenlijk zijn positieve intentie is dat hij het wel wil goed doen. En het is door zijn onzekerheid dat zijn gedrag niet helemaal goed loopt. Maar eigenlijk wil hij het wel goed doen en twijfelt hij voor een stuk aan zichzelf om dat goed te doen. Als je vanuit die positieve intentie uitgaat van hij wil het goed doen, kan je gaan kijken hoe kan ik daar dan op gaan werken. Zodanig dat we samen hierin kunnen groeien. Dus dat is individueel, in groep hetzelfde. In beide gevallen gaan wij echt altijd uit bij conflicten van de positieve intentie van de andere. Zodanig dat je probeert een andere kijk te krijgen op het verhaal, wat natuurlijk in andere opties gaat. Er gaan andere opties naar boven komen, je gaat een ander gedrag stellen en er gaat een andere relatie ontstaan. Dus ook de COVID-eigenschappen spelen hier heel fel. Het eerst begrijpen dan begrepen worden is ook echt die positieve intentie van de andere gaan terugvinden. Ik zou dus zeggen, bij het volgende conflict, aanval van de persoon of zo, even diep ademhalen en een keer kijken, wat is eigenlijk de positieve intentie die hierachter zit? Wat is de positieve intentie die die persoon heeft die dat net gedaan heeft bij mij? En kijk of dat je die kan vinden. En als je die kan vinden, stap 2, kijk of dat je een bepaald ander gedrag zou kunnen stellen die meer focust op de positieve intentie eerder dan op het eigenlijke gedrag dat zich voorgedaan heeft. Ik zou zeggen, veel succes. Het is geen zo gemakkelijke dan deze, vind ik ook. Zeker omdat je dan meestal emotioneel wel ook in een ander niveau zit. Ja, als je het verhaal van Flipping the Lid van Positive Discipline al gehoord hebt. Hè. Dus als we in ons dierlijk brein zitten, zoals we dat dan tonen, vechten, vluchten of bevriezen, op dat moment kan je dat niet toepassen. Je moet wachten dat je een beetje gekalmeerd bent, zodanig dat je kan gaan nadenken over wat er zich voordoet.
en dan aan de slag gaan. Ik zou toch zeggen, veel succes. Is zeker een leuke, maar altijd ervaringen delen. Wil altijd meedenken om de positieve intentie te zoeken. Ofwel via privéberichtjes, hè, als dat wat gevoeliger ligt. Het is natuurlijk een iets gevoeliger. Dus, doei.